Ik vind voor eigenlijk de meeste dingen in het leven vooral ook heel erg grappig of verwonderlijk. En die plekken zoek ik op. Dat ik de wereld in het algemeen zowel ingewikkeld als fascinerend vind of interessant. En dat ik in mijn leven probeer... Ja, daar, zoveel mogelijk dingen die ik niet begrijp, een klein beetje beter te begrijpen. En ik bekijk alles eigenlijk altijd met een licht geamuseerde verbazing. Op een gegeven moment had ik mezelf aangeklaagd als chocoladecrimineel. Dus omdat ik chocola koop die gemaakt is door slaven in Afrika, ben ik schuldig aan heling. Ik had me aangeklaagd en mijn advocaat, die mij dus veroordeeld moest zien te krijgen... In plaats van mij vrij te krijgen, moest ze mij veroordeeld zien te krijgen. Die zei, je moet getuigen hebben die dus als die slachtoffers zijn geweest van die slavernij. Ik was al misschien 2 jaar bezig met die hele zaak. Maar toen, en dat was allemaal heel erg op een soort abstract niveau. Ik had gelezen zoveel duizenden slaven en misstanden, dit en dat. Maar toen ging ik naar Burkina Faso. Over het ene armste land van de wereld. Maar het grenst aan die Ivoorkust, waar heel veel van die foute chocolade vandaan komt. En het was echt, dat was bizar. Want ik kwam in een dorpje met allemaal van die muthuts. En toen was er een soort tribunaalopstelling gemaakt. Een soort bank. Van eigenlijk een boomstam. En er zaten dan al die jongens. Die dus in Ivoorkust, die waren geronseld, de grens overgehaald. En die waren te werk gesteld in de cacaoplantage, gedwongen te werken. Geen geld gekregen, vastgehouden. Soms verdween er een jongen. Ze kregen drugs toegediend om door te werken. Nou, ze vertelden dat verhaal, dat maakte al enorme indruk dat het zo tegen mij werd verteld. En toen... was dat afgelopen. Toen kwam er een man met een oude typemachine. En die zette die op een tafeltje. En toen tikte die één voor één de verslagen op van de jongens. En dat eindigde dan met... Ik roep de Nederlandse overheid op Teun van der Keuken te vervolgen vanwege chocoladecriminaliteit. En dat was zo'n bizar moment, want ik was er dus al een hele tijd mee bezig en het was abstract. En toen werd het dus concreet, want toen dacht ik, shit, ja, ik ben eigenlijk echt zelf schuldig aan het leed dat die jongens hebben meegemaakt. Dus dat was opeens voelde ik het echt heel erg direct en dat was voor mij wel een soort omslagpunt, want ik wel net zei van, ja, ik sla de wereld gade met een soort geamuseerde distantie. Maar dat kon ik toen eigenlijk niet meer volhouden. Omdat ik die jongens voor me zag. Omdat ze mijn naam eigenlijk noemden. Omdat zij hun verhaal vertelden. Dus toen in dat verhaal, toen is er toch een zeker soort echt engagement ingetreden. Dat ik het persoonlijk voelde. Iedereen die aan de programma's werkt, waar ik aan meewerk, houdt van lekker eten. Ook de cameramannen en de geluidsmannen. Dat is, anders dan komen ze er eigenlijk niet in. Want dan zitten we s'avonds niet gezellig lekker te eten na een dag hard werken. En wat heel erg opvalt in Nederland is dat we heel ver afstaan van ons voedsel. Dus we willen niet zien hoe dieren worden geslacht. Als je... In Nederland vlees koopt, dan ziet het eruit als een soort onherkenbaar stuk plastic in een bakje met een maandverbandje eronder. Verhalen eten van heel ver weg. Het is allemaal in plastic zakjes zijn de boontjes in stukjes geknipt en allerlei soorten rare sla door elkaar in de zakjes. Dus eigenlijk ze zijn heel ver afgekomen staan van ons eten. En echt lekkere, goede eten is weggelegd voor de elite.
Dus je kan natuurlijk, je kan hier naar superwinkels gaan waar je heel goede dingen kan kopen, maar dat is allemaal heel elitair. Dus dat is niet voor iedereen. En wat ik nu wil, daar ben ik mee bezig samen met Roland Durong en met nog allerlei andere mensen, is een plek te creëren in Amsterdam waar ook een kleine slachterij bij is. Waar mensen kunnen zien hoe een dier geslacht wordt. En dat dier, dat wordt dan weer als vlees verkocht. Waar lokale boeren hun waar komen verkopen. Waar een restaurantje is. Waar misschien mensen met hun volkstuintjes eten kunnen verkopen. Heel bazaal eigenlijk. Maar allemaal goede producten van dichtbij, uit het seizoen. En dat moet dan ook iets van educatie aanhangen. Dus schoolklassen kunnen daar ook komen. Misschien kunnen we iets doen met schooltuintjes. Nou, een heel project. We zijn nu bezig met een enorme subsidieaanvraag in Europa ook. En ja, door mijn werk ken ik ook allerlei andere mensen die met eten bezig zijn. En met goede ideeën. Die probeer ik allemaal te bundelen. En dat is eigenlijk los van alle leuke televisieprogramma's die ik wil en zal maken, is dat een project waar ik nu ook heel erg mee bezig ben. Kijk, ik wil dit ding beginnen, hè? Deze soort voedsel, laagdrempelige voedseltempel. En dan denk ik, nou, dat moet er gewoon komen. En dan kijk ik van, met wie kan ik dat doen? En door mijn werk, ervaring en de mensen die ik tegen me komen, ken ik heel veel gelijkgestemde mensen die daar een rol in kunnen spelen. En dan gaan we het dus doen.